Een wijs iemand zei al eens, de mens is wat hij is, door wat hij heeft. Alles wat wij mensen hebben, willen we behouden. Daarom verdedigen we ons territorium ook. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke zaken zoals geld en bezittingen, maar ook over onze normen en waarden. Daarnaast willen we ook graag ons territorium uitbreiden met nieuwe dingen. Denk aan een nieuwe auto of een nieuwe baan of meer regie op je eigen leven. Dit is normaal menselijk gedrag. Als ons territorium in balans is, laten we positief gedrag zien. Wanneer dit niet zo is, dan raken we uit balans en proberen we invloed uit te oefenen op de gebieden waar we niet tevreden over zijn. Iemand met dementie kan deze onvrede vaak moeilijk of niet meer verwoorden. Hij communiceert via gedrag. Gedrag dat anderen vaak als vervelend ervaren. De theorie van het territoriumleer helpt ons om te snappen waarom mensen met dementie doen wat ze doen. Het laat zien aan welke knoppen we kunnen draaien, zodat we iemands leven meer in balans kunnen brengen. En iemand weer lekker in zijn vel kunnen laten zitten. Het model helpt ons om achter de menselijke behoeften van iemand met dementie te komen. Dan pas kunnen we zijn hulpvraag beantwoorden. Het territoriumleermodel bestaat uit twee delen: het privé-domein dat is het deel. Van het territorium wat iemand afbakent om zijn privacy en veiligheid te beschermen. De publieke arena, dit deel van het territorium, heeft een directe sociale betekenis. Het privédomein bestaat uit de privé-schuilplaats en de persoonlijke ruimte. Ieder mens heeft behoefte aan een eigen plek, de privéschuilplek. Dat is de plaats waar hij zich aan de aandacht van anderen kan onttrekken. Waar hij kan ontspannen en energie opdoet voor nieuwe interacties. Een belangrijke voorwaarde is dat dit een ruimte is waar iemand zelf naartoe kan op het moment dat hij dat wil. Ieder mens heeft behoefte aan een bepaalde persoonlijke afstand tussen hem en de ander. Deze afstand wordt de persoonlijke ruimte genoemd. De grootte van die afstand is bijvoorbeeld afhankelijk van de relatie die mensen met elkaar hebben en van de situatie waar ze zich in bevinden. Er is een intieme afstand, een persoonlijke afstand en een publieke afstand. De publieke arena bestaat uit actieterreinen en de psychologische ruimte. Actieterreinen zijn gebieden waarin iemand actief is, waar iemand zich bevoegd voelt om te handelen, om controle uit te oefenen, beslissingen te nemen, zijn deskundigheid in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen. Intrinsieke motivatie is hierbij belangrijk, dus taken en opdrachten vallen hier niet onder. Bij de psychologische ruimte gaat het om de vele manieren die iemand heeft om aandacht te trekken en vast te houden. Dit is al het gedrag van iemand, zowel positief gedrag, zoals bijvoorbeeld een liedje zingen of een vraag stellen, als onbegrepen gedrag, zoals bijvoorbeeld roepen en met spullen gooien. Door het territoriumleermodel. Te gebruiken wordt vaak duidelijk dat iemand met dementie een relatief kleine privé schuilplaats heeft, er problemen zijn in de persoonlijke ruimte en iemand actieterreinen tekort komt. Het gevolg is dat iemand veel gedrag in de psychologische ruimte laat zien. Om die grote psychologische ruimte te verkleinen, is het belangrijk om ons juist op de andere drie gebieden te richten. We geven iemand dan meer ruimte, zo kunnen we het onbegrepen gedrag verminderen. Iemand met onbegrepen gedrag wil ons vaak vertellen dat hij iets mist in zijn of haar leven. Door ons te focussen op wat wel kan, geven we extra kleur aan iemands leven.